maar ik moet echt even wat drinken. Jouw shoptempo is moordend. Goed, ben er maar aan. Wat wil jij? Janine Elschot? Hey. Anton. Hey. Hallo. Ja, Lucas, dit is Anton Bouwhuis. Wij zaten samen bij dezelfde studentenvereniging. Dit is mijn zoon, Lucas. Lucas. Hallo. Anton. Ook wel Tony Macaroni. Ja. Ja, hij leefde vroeger uitsluitend op macaroni met ham en kaas. Ja. Als student medicijn heb je weinig tijd om te koken. Nou ja, zo te zien heb je je eetgewoonte aangepast, want je ziet de gezondheid. Nou, dank je. Jij ook. Je bent alleen maar mooier geworden. Misschien is het een leuke idee als we Anton uitnodigen voor een etentje. Nou, ik weet het niet. Schikt dat wel? Ja, ja, tuurlijk. Okay. Nou, top. Dat is dan geregeld. Ja. Vanavond? Nou, dat moet ik echt eventjes overleggen. Weet je wat? Ik bel meteen mijn vrouw eventjes. Moment. Het is toch beter dan een avond sip aan Ludo denken? Hé, hey, luister, ik kom net een oude vriendin tegen van mijn studententijd. Janine Elschot. Te wachten. Ja, van de studentenvereniging. Ik denk dat ik toe ben om... Ja. Ach, schijn het toch uit. Zeg, wil jij de hele avond uitpakken of heb jij zin om... even één moment. Was het eigenlijk de bedoeling dat mijn vrouw meekomt? Ja. Nee, natuurlijk. Gezellig. Wij zijn uitgenodigd om daar vanavond een hapje te eten. De jongens. Jongens. Haal eens toch een pizza? Nee. Neem de jongens ook gezellig mee. Oh, ik hoor net dat we met het hele gezin zijn uitgenodigd. Ja? Oké, tot zo, lieverd. Zeg, jullie weten zeker dat het niet te veel moeite is op zo'n kort termijn? Nee, natuurlijk niet. Okay. Nee, onze huishoudster maakt echt een verbluffende mac and cheese. Nou, waar en hoe laat? Oh, ja. Het adres, natuurlijk. Het staat aan deze kant. Ach. Wat leuk, die straat ken ik. Het is een mooie straat. Ik woon er vlakbij. Ja, ik heb net een huisartsenpraktijk overgenomen hier in Meerdijk. Oh, voor Martijn Huygens? Ja. Dan ben je onze nieuwe dokter. Dat klopt. En de jongens? Met hoeveel stuk zijn ze? Twee, van jouw leeftijd ongeveer. Fantastisch, top.